Het duurste kledingstuk wat ik ooit gekocht heb. 100 euro of zo. Het was een jas van 800 euro. Waarschijnlijk een jas van een paar honderd euro, maar het is heel lang geleden. Nou, misschien deze jas wel. Wat heeft hij gekost? 50 euro. Met 50 euro red je het niet bij de nieuwe zaak aan de PC Hoofd. Bij de pas geopende winkel kan een handgemaakte krokodillenleren jas namelijk zomaar 120.000 euro kosten. Schoeisel hebben ze ook, variërend van 600 tot ruim 50.000 euro. Jassen van een ton, schoenen van zoveel. Dat zijn jassen die speciaal op aanvraag alleen worden gemaakt, dus die hebben we ook niet in de winkel. Het is een hele rijke uitstraling. Het straalt uit van, ik ben er. Er is er maar weinig van. Degene die dat draagt, brengt een bepaalde status, atmosfeer om zich heen van die man is niet geïnteresseerd in normale dingen. Dus het is een soort van een visitekaartje ook. En dat visitekaartje is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn mensen die alles in de wereld hebben, die willen zich met een product onderscheiden. Mensen van Oud-Zuid tot de Chinees die langsloopt, tot de jongen die een beetje gespaard heeft voor een leuke schoen. Maar ook bijzondere mensen, voetballers, politici, invloedrijke mensen. In ieder geval namen waarvan ik niet zomaar kan noemen. U vraagt wat het duurste is wat u tot nu toe verkocht heeft? Dat mag je niet doen. Mag ik in ieder geval vragen wat ik anders had kunnen kopen van het geld? Nee, je kon er wel een leuke auto van halen. De prijzen maken sommige mensen op straat best aan het schrikken. Zo, nou, alles vuil. Als je dat geld eraan uit wil geven, dan moet je tenminste het lekker doen. En volslagen belachelijk natuurlijk. Want er is ook iemand die daar heel veel tijd en geld en werk en energie aan heeft besteed. Nee, dat is echt absurd. Ja, er zijn liefhebbers. Voor liefhebbers is het goed. Waarom niet als je toch niet meer op kan? Over precies een week is de officiële opening. Maar wie nu al te veel geld heeft, de winkel is al open.